gebit. Een bijzonder detail, daar moet je dus wel eerst je tanden voor laten afslijpen. Donnie Roelvink en zijn broer deden dit en dat bleef niet onopgemerkt. Bij jou aan tafel tandarts Jan-Willem Vaartjes, welkom. En mondhygiëniste Milik Atas. Ja. Hallo. Smile. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Om even te beginnen maar. Ja. Ja. Want je zet een plaatje op Instagram, een fotootje. Laten we meteen even kijken, deze. Ja. Ah, ja, dat is mijn mooiste foto ooit. Daar kwamen wat reacties op. Ja, ik heb hiervoor eigenlijk al facings gehad, composiet facings. Dus dat is eigenlijk een vullinglaag over je eigen natuurlijke tanden. Je moet hem echt heel erg meenemen in deze materie. Ik zal het stap voor stap uitleggen. Ja. Nou ja, iedereen die daaraan wil beginnen heeft eigenlijk drie manieren om het te doen. Of je doet composiet, of je doet porselein en dan ga je weer naar facings. En heb je dus ook uiteindelijk zirconiumkronen, dat is wat ik nu heb. En ik had hiervoor eigenlijk composiet facings. En dat is eigenlijk gewoon een vulling over je eigen natuurlijke tanden. Dat alleen, plakken ze er dan een soort van op. Dat is eigenlijk net hetzelfde materiaal wat ze... Ja, je zit die twee tandartsen aan tafel. Ja. Gaat proberen zo goed mogelijk te worden. Maar dat is eigenlijk hetzelfde wat ze ook gebruiken als je gaatjes vullen in je kies. Oh, ja. Dat had ik dus. Alleen na een anderhalf jaartje, hangt er vanaf hoe je het zelf onderhoudt. Dan gaat het op een gegeven moment wel verkleuren. Ja, en ik hou toch wel echt van het witte. Dus was het eigenlijk de bedoeling om dat weer te vervangen voor nieuw composiet. Alleen dacht ik van ja, dat is toch zo'n gedoe, weet je. Dat is de hele tijd dat onder zoveel jaar vervangen. Toen werd me eigenlijk door een kliniek aangeboden. Omdat ik het ooit in een interview verteld had dat ik voor bepaalde kronen aan het sparen was. Want dat is best wel prijzig. Ja. Ik ben ook weer geen miljonair, zeg maar. Even voor het idee, wat kost het dan? Porselein, dat hangt... In Nederland betaal je er tussen de 15 en 20.000 euro voor. En dat hangt natuurlijk over welk materiaal het is. Of het porselein is, of zirconium. Hoeveel je er neemt. Het kan ook natuurlijk zijn dat je het voor een aantal tanden maar doet. Want je hebt natuurlijk 28. Dus eigenlijk zeg jij, het kost zo'n 20.000 euro. En je moet je tanden in van die puntjes laten dat slijpen. Dat is in het geval van de zirconiumkronen wel. Want je hebt ook porselein. En dat is eigenlijk, dan hoef je niet zo heel veel ervan weg te slijpen. Dan kun je het in principe eroverheen doen. Maar dit is wel hetgene waarvan... heel Nederlands. Heel veel mensen toch wel echt dachten van, wat is dit? Ja, ik had dus op een gegeven moment het punt dat ik dus mijn composiet weer wou laten vervangen. Alleen ik had dus al aangegeven in een interview ooit van, ik ben er voor aan het sparen. Want ik zou het wel voor een langere tijd in één keer goed willen. Ja. Toen is er een kliniek naar mij toegekomen. Die zeiden, wij willen jou eigenlijk wel een behandeling aanbieden. En wist jij toen al wel, dan moeten die tanden wel Er werd verteld aan mij van, ik zei dat ik voor porselein aan het sparen was. En toen werd mij het zirconium voorgelegd. En dat zijn dus wel echt kronen. En daar moeten wel merendeels van je tanden, wel eigenlijk een groot deel eigenlijk gewoon voor je tanden afgeslepen worden. Dacht je, doe maar? Of vond je dat toch nog wel even een beetje? Nee, zeker niet meteen doe maar. Nee. Want het is natuurlijk voor mij ook natuurlijk. Ik dacht van, oké, is het iets anders wat ik normaliter gewend was. Ja. Alleen, ik heb onderzocht gedaan. Ik kende toevallig wat mensen die ook bij die kliniek zijn geweest. Ja. Die kende ik persoonlijk. Heb ik toch even een beetje research gedaan, navraag. En ik dacht van, mij lijkt het in dat opzicht wel een stukje praktischer, zeg maar, voor lange termijn, als dat ik... en geld kwijt ben en het anderhalf jaar steeds moet vervangen. Dus, wat vindt de tandarts van deze methode eigenlijk? ik vind het... Je slaat mag je mag eerst je tanden even zien? Is dit gewoon nog puur natuur? Ik heb ooit een keer een hockeystick ongelukje gehad. Dus er zit ook een facing, een kroon en wat soort dingetjes. Dat is wel een verschil. Hè? Want jij hebt 20 keer hetzelfde in je mond gehad. Hè? 20 keer zijn ze afgeslepen. En als je het echt goed zou doen, dan zou je per tand moeten kijken. Of een plan moeten maken. Hoe kan ik met zo min mogelijk glazuur weghalen eigenlijk... zoveel mogelijk resultaat kunnen bereiken. Dus dit ging ook allemaal rond bij tandartsen, die foto van jou. Ja. Dus we keken er ook wel een beetje naar. Ja. En dacht, dat is wel heel heftig. Hè? Had het niet anders gekund. Hè? Dit is echt de laatste stap. Want even voor de goede... Jij hebt dit nog nooit gedaan? Die tanden zo... Niet als ze gezond zijn en gaaf zijn. Nee, precies. Nee. Ja. En cosmetische tandenkunde is natuurlijk belangrijk. Hè? Glimlach is ontzettend belangrijk in de liefde en in je carrière. Maakt het uit. Het is ook wetenschappelijk bewezen als je een mooie glimlach hebt. Dus daar is niks mis mee. Alleen als je het doet, doe het dan, vinden wij, doe het op een manier dat je zo min mogelijk gezond glazuur weghaalt. Speelt het voor jou mee dat je hebt het in Turkije laten doen? Want je zegt nu 15.000 tot 20.000 euro. Ja, in Turkije Nederland. Is het een tiende, 2.000, 3.000 euro. Ja, dat is geen eerlijk vergelijk hoor, want je hebt zirconium en kronen. Ja. En dat is in Nederland ook een stuk goedkoper. Want dit is natuurlijk wel het simpelste om te doen en ook het snelste. Ja, we dachten misschien zelfs een beetje, om jij een week in Turkije bent... Misschien moet het ook wel zo, want anders moet je langer in Turkije blijven. Het is natuurlijk de snelle methode. Dus het is niet... Ze hebben je wel echt besproken, Donnie. Ja, ik weet nog dat ik daarheen ging. Dat ik ook massale berichtjes kreeg van tandartsen die me erop wezen. Ook van, heb je daar goed over nagedacht? Dit kunnen risico's zijn die eraan verbonden zijn. Welke risico's werden jou Ik had één tandarts gesproken. Die had me een voorbeeldplaatje gestuurd van bepaalde kronen die dus niet...
zodanig op het tandvlees zijn aangesloten, waardoor er ontsteking kan ontstaan. Nou, toen bekeek ik wel het plaatje, dacht ik van, goh, waar is die geweest? Dat lijkt alsof die bij de pianofabriek geweest is. Dat staat zo groot en dat staat, ik vind wel, vergeleken mijn tanden, dat het een stuk natuurlijker overkomt, ondanks de witheid. Dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Ja. Dat hangt natuurlijk wel af van de kliniek. Ik heb ook een interview met de Telegraaf gehad en die hebben bijvoorbeeld ook een Nederlandse tandarts gesproken. Dat was niet deze meneer, maar dat was een andere mevrouw. Dat vond ik wel een beetje apart hoe ze sprak over mijn kliniek. Dat was eigenlijk van, in het buitenland is eigenlijk moet je niet doen, want dat is allemaal machinaal gemaakt en dat komt uit China. Terwijl wij hier met een laboratorium werken. Ja, ja. Donnie, heel even. Donnie, we moeten even terug naar af. Want iets te snel. Nou, het doet bijna denken dat je echt een gebit had om je kapot voor te schamen. Maar dit was jouw oorspronkelijke gebit. Die hebben we hier, geloof ik. Ja, klopt. Ik zou denken, ik ben geen tandarts, niks mis mee. Nee, daar is niks mis mee. Maar ik heb natuurlijk een vader en een broer die een stapje eerder waren met deze tanden. En daar werd ik stiekem gewoon een beetje jaloers op. Het is wat ik al zei, het is een kwestie van smaak. De een die vindt het niks. En tegen dat soort mensen zeg ik dan, daar heb je ze. Ja. Dat soort mensen zou ik ook zeggen, doe het vooral niet. Zat ik heel breed aan het lachen altijd sindsdien. Ja, ik gebruik ze natuurlijk wel. Ja. Nee, maar tegen dat soort mensen zeg ik dan ook, weet je, wat verantwoorder is en wat het niet is. Ja, dat is ook het eigen voor jezelf wat je moet besluiten. Alleen, net als mensen die plastische chirurgie ingrepen doen. Ja, dat is gewoon een stukje smaak wat je zelf... Voordat jij naar Turkije ging, was je eerst naar de mondhygiëniste geweest. Dat ben jij. Ja. Wat ging jij doen voordat je hem liet vertrekken? Ja, nou ja, liet vertrekken. Ik heb Donnie en zijn broer en ook andere patiënten die zich bij mij aanmelden. Die willen graag een tandvleesonderzoek om te kijken hoe het staat met de fundament van het gebit. Mm-hmm. Dus het tandvlees. Heel simpel, als er een intake komt, dan bespreek ik van, goh, u bent voor het eerst bij de mondhygiënist, ja of nee? Wat zijn de vragen? Wat zijn de klachten? Waar wil je graag heen? Mm-hmm. Je moet dus gezond tandvlees hebben. Ja, dat is... Wat anders? Je gaat bouwen. Je wil graag gaan bouwen op een tandvlees. En als de fundament niet sterk of gezond genoeg is... Ja, dan heeft zo'n kroon of een brug of wat dan ook... gaat het niet heel lang overleven. En buiten wat je wil bouwen of wat dan ook... is voor je algemene gezondheid is het natuurlijk heel erg belangrijk... om ontstekingvrij te leven. Dit trok de volle aandacht. Ja. Is hij een uitzondering of is hij een trendsetter? Nee, hij is echt geen uitzondering. Donnie, hoe oud ben je ook alweer? Ik ben 22. 22. Ja. Ik werk ook in Amsterdam voor een stichting waar ik kinderen behandel. En daar zijn dus kinderen onder de 18 jaar. Die zitten echt in de stoel met wanneer mag ik mijn tanden helemaal wit maken? Het is gewoon een hype om witte, rechte tanden te hebben. Dat komt niet door Donnie. Dat is het beeld wat we op social media hebben. Het is echt... Maar die stichting is bedoeld om die kinderen daarvoor te behoeden? Jazeker. Zeker. Okay. Waar we als stichting voor staan is een gezond tand en tandvlees. Hoe moet je het verzorgen? Hoe kunnen we voorkomen? Vind je dat niet lastig? Dus aan de ene kant help je met... Jij mag natuurlijk helemaal willen wat je wil, hoor. Een influencer aan hele witte tanden. Ja. En dan aan de achterkant moet je zeggen... Maar jullie moeten echt nog even wachten en niet te veel hierop aanslaan. Is dat natuurlijk, ik heb natuurlijk ook op mijn Instagram wel vermeld. Weet je, ik heb vooral jonge kijkers ook die eraan meekijken. En daar heb ik ook zeker op geattendeerd dat... Ja, jongens, voor de 18 hou je er niet mee bezig. Nee. Want iedereen wil natuurlijk zo knap zijn. En zeker als je onder de 18 bent, dan vind je het helemaal belangrijk... dat iemand je mooi vindt. En dan heb jij van die hele witte tanden en dan zelf zit je met een soort beugel en dan ook nog... Maar als je jou vertelt dat 15% van je tanden doodgaat door deze behandeling. Dat had je nog niet gezegd. Dit hoor jij ook voor het eerst. Dit hoor ik voor het eerst. Zeg het nog eens wat je 15% van de tanden die je zo omslijpt eigenlijk voor die kronen, die gaat dood. 15%? Door dat slijpen. En vallen ze dan uit? Nee, dan moet je wortelkanaalbehandeling, maar dan kunnen ze weer breken. En, hoe lang gaat dat? Gebeurt dat? Gedurende de levensduur van zo'n kroon. En die is gemiddeld 15 jaar. Hè? Dus over 15 jaar ben je weer aan de beurt. Nou, bij jou maak ik me niet zo heel veel zorgen, want
Nou, als je je auto niet te veel uitleent aan je broer, dan heb je dat geld nog wel. Maar hebben ook jouw volgers hebben dat misschien niet. Die denken, voor een paar duizend euro ben ik klaar. En nee, maar over 15 jaar ben je weer aan de beurt. En misschien wel met een implantaat. En dan kan je niet naar Turkije. Dan moet je in Nederland. En dan heb je heel veel geld nodig. Dus het is niet een eenmalig iets. Hè. Dat vind ik nog net iets te veel terugkomen. Ja. Janine, jij zit helemaal gefascineerd te luisteren. Ja, ik ben, ja. Maar jij hebt niet betaald voor die tanden, toch? Want je hebt gesponsord gebiedje. Ja, ik heb in ruil voor promotie heb ik... Die luxe heb ik toevallig dan om dat gratis te kunnen krijgen op dat moment. Ja, maar daar ging het mij niet om. Want als ik een kliniek had waarvan ik dacht van... nou, dit vind ik wel een beetje riskant en ik heb hier geen goed gevoel bij... dan maakt het me niet uit of ik een gratis behandeling krijg, dan doe ik het niet. En wat ik op terug op het stukje van de kinderen... dat ik heb geadviseerd van voor de 18 doe het zeker weten niet. Maar voor de mensen zoals mij die er bepaalde waarde aan hechten... die het wel willen doen, dan stuur ik hen liever door naar een kliniek... waar ik een goed gevoel bij, ik bedoel tenminste een goede ervaring van heb gehad... Als dat ze bij een andere kliniek komen waar het bijvoorbeeld wel fout kan gaan. Ik vind het wel jammer dat jij nog niet gehoord had dat ze na dat 15% van je tanden, dat je daar uiteindelijk gedoe mee krijgt. Ja, ik denk als het me dan gezegd had, dat ik denk toch wel een stukje risico had genomen. Ja, dat is de leeftijd. Want, ja. Fuck it. Ja, dat zien we allemaal weer. Ja, ja, ja. Ja. Meneer Abu Talib, u heeft ook kinderen. Ja. Heeft u ook al deze vraag van een van uw kinderen gehad? Nee, ik heb gelukkig wat dat betreft hele eenvoudige kinderen. Maar ik ken wel vrienden die dit soort behandelingen in Turkije hebben ondergaan. Bijvoorbeeld haartransplantatie. Ja. Dat komt daar ook heel erg veel voor. Lezeren van ogen komt daar heel erg veel voor. En dit soort behandelingen komt daar heel erg veel voor. Turkije ontwikkelt zich enorm sterk in dit soort schoonheidsbehandelingen. Ja. Ik denk dat haarimplantaten... Ik zorg ervoor dat ik daar weg blijf. Ja. Ook geen haarimplantaten. Gewoon een brilletje. Donnie, dank dat je was. En dank voor je eerlijkheid ook om dit met ons te delen. En de voorbeeldfunctie die je als influencer toch ook hebt. Dit was Opeen voor vanavond alweer. Morgenavond zitten hier onze collega's van de EO, Giovanka en Thijs. Ja, tot morgen. Fijn weekend.